Na de Tweede Wereldoorlog kwam hier een professor, professor Rutte, en die zei, dat spreekonderwijs is heel leuk bij jullie, die gehoorstraining is heel leuk, maar het evenwicht van de kinderen is ook niet goed. En toen was de vraag, zou dat een positieve invloed op het evenwicht van de kinderen kunnen hebben? Er kwamen steeds betere resultaten met dat ballet. En toen is ze op een zeker moment ook op de open dagen ballet laten zien. En in 1950 zijn ze met de bus naar Rome geweest. En een van de vaders van die dove meisjes heeft toen dit boek gemaakt. Moet je eens kijken hoe mooi. Hierin staat het hele wel en wee wat er tijdens die reis gebeurd is. Bijvoorbeeld dat ze pech hebben gekregen met de bus onderweg. Alles staat hier in het boek.